Nou, dat pakketje is binnen. Dus we gaan kijken wat erin zit. Dus ik denk dat iets moet zijn. Hoi mensen aan de pad, ik wil eigenlijk een afspraak maken voor Ganja. Super tof dat je kijkt naar Gloon vlog. Mijn naam is Van de Pad, zoals iedereen weet. En ik ben net wakker. En ik ga lekker een bakje pleur nemen als ik het wil doen. Oké. Zo. En ik ga zo meteen Sander wakker bellen. Want het is nu 21, volgens mij nog. Nee, ja. 22 zelfs nu. Dus ik ga nu even lekker een bakje koffie zetten. En daarna lekker Sander bellen. En nu ook even wakker worden. En lekker ook even een ontbijtkoek nemen. Dus ja. En zo'n rolgordijn open. Dus laten we dat even wakker worden. En even kijken. Oh. Kijk hoe verrot wolkje. Ja hoor. Kijk hoe prachtig dit is mensen. Dat ziet er toch zo mooi uit eigenlijk vind ik. Laat me weten wat jullie van dinsdag vonden. Ik ben benieuwd van jullie reactie. Ik vond het een beetje een paar heen en weer. Ja, ik kan er alles van vinden, maar laat me weten in de reactie wat jullie ervan vonden. Yo, en dan ga ik weer echt te werk weer. En het is bijna 5 over half. En ik ben al richting werk toe. En ja, nu ben ik lekker richting werken. Ik heb alles bij me, in ieder geval. Verstand sowieso. En we gaan lekker kijken wat er vandaag allemaal gaat gebeuren. Het zou mooi zijn als we vandaag weer meer kleren binnen krijgen. Want ik krijg nog meer kleren binnen namelijk. Zoals jullie hebben gezien heb ik deze kleren laten zien. En als het goed is komt vandaag nog meer. Maar dan gaan we jullie wel zien. Laat ik jullie wel op de hoogte hoe en wat. Wat ik nu ga doen is lekker richting werk niet te lopen. En ik zie nu echt overal, echt nu is echt letterlijk overal alle sneeuw weg. Alle witte is weg. Oh, dat is toch veel lekkerder dan de sneeuw. Alleen een beetje wind, het is niet zo koud als eerst. Het is wel veel warmer natuurlijk. En volgens mij gaat ook de temperatuur van deze week hoger. En wat ben ik benieuwd naar de uitspraak van vrijdag wat gaat gebeuren. Blijft de avondklok of gaat de avondklok weg? Daar ben ik zo nieuwsgierig naar. En we gaan het horen in ieder geval. En ja, laat jullie maar weten in de reactie. Want als het goed is vandaag is de uitspraak van de rechtszaak. Ik ben benieuwd wat eruit gaat komen. Alleen ik weet niet hoe laat eruit de uitspraak komt. Vandaag is in ieder geval wel bekend, maar hoort het, is het al in de ochtend geweest of is het vanavond natuurlijk. Of vanmiddag, dat kan ook nog natuurlijk. Maar in ieder geval de uitspraak komt vandaag. Misschien is het al geweest. Maar ja, ik ga nu wel nogmaals lekker richting werk. Nou, lekker is al de tweede vraag. Maar ik ga in ieder geval vandaag werken. Oh, het is echt best wel donker nu. Heel knijters. Echt. Ik zie hem al, als ik zit soms al wat toe een beetje stiekem in de beeld te kijken. Dan zie ik mezelf niet eens. Kijk, nu wel. Nou, omdat is ook de licht om werd geschenen. Ja. Ik zag ook Parago, dat is daar ook een beetje waar met iets te maken. Dan ga ik ook vragen wat aan de hand is daar zo. Is het kapot of gaat het een nieuwe tankstation worden? Nou, we gaan het dan zien. En ja, ik ga nu maar even kijken. En lekker weer richting werk. Zo, ik dacht even om mijn werk. Ik ga even mijn kluis, want om mijn werk heb ik kluis. Dacht ik laat even een moment leegmaken. Maar kom ik ineens tegen? Deze map. Ik wist dat hij er al in lag, maar die lag echt ongelooflijk lang in. Niet normaal lang. Maar wat ik nu ga doen is lekker richting huis toe. Het is zo'n raar gevoel eigenlijk om dat te zien. Hoe lang je eigenlijk daar zit of werkt. Wat dan ook. Wauw. Dan vraag ik weer af aan mezelf. Hoe lang zit ik eigenlijk daar zo? Best wel lang volgens mij. Ik kan niet beseffen hoe lang ik er eigenlijk al zit. Ik kan het gewoon niet geloven. Laat het zo zeggen ook. Want ik zit... Sowieso al sinds 2011 werk ik daar zo. Maar ik kan er wel aan verlopen hebben, maar ja. Ik zag het toevallig en ik dacht, weet je, neem ik wel eens een keer mee. Deze map namelijk. Dus ja. En er zitten allemaal mensen op die ik nog ken en denk van... Had die ook nog op gezeten? Ik ken er 1, 2, 3, 4 van namen. 4 van namen namelijk. Ik ga voor zekerheid niet namen noemen die dat zijn, want dadelijk wil diegene dan niet hebben. Maar dan kan ik je al vertellen wat ik heb gedaan en wat erop staat. Dat is wel echt misschien wel leuk om te vertellen. Want mijn stagedagen toen, het laatste jaar, was, had ik ze hier van 13,5. Dat is echt enorm lang geleden namelijk. 13,5. Wauw. Ik denk van, hoe moet je nagaan hoe hard de tijd gaat. Dus had ik chips, papier, dierenvoeding te vullen en restanten en bier en fris en klanten helpen. Dinsdag schoonmaak, middel, chips, actie, car, kon net niet lezen, bier of papier. Oh nee, actie, car, dierenvoeding en klanten helpen. En ik weet nog eens mijn stagedagen, dat was van 8 tot... Of 9 tot 4 geloof ik. Ja, 9 tot 4. Dus moet je nagaan. En ik heb het hier een beetje vergeten met aan de klant en mijn leidinggevende laten zien. Werkbegeleiding, mentor en ouders. Aha, weeknummer weet ik niet. Maar mijn thuisdagen op het laatste schooljaar was maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. Eerst waarjong, gesprek, pas om stage. Wc-papier, klanten helpen. Dus ik heb een wc-papier gevuld en klanten helpen. Schoonmaken, middel, chips en klanten helpen. Dinsdag. Woensdag, klanten helpen, snoep, koek. En toen is het niet aangegeven dat ik minder moest praten. Ik zeg eerlijk, ik praat op mijn werk best wel veel. Ik ben benieuwd wat nog meer in staat. En dan staat er ook nog iets van... tussen evaluatie en eindevaluatie. Dus staat er nog meer in. Want staat hier werkvoorbereiding, veiligheid, milieu, bewust handel, zorgkwaliteit. Oh. Jongens, de tijd van vroeger. Ja. Ja mensen. Oh, wat is het raar om weer terug te kunnen lezen eigenlijk. Maar oké, ik ga even kijken wat nog meer allemaal tussen zit. Iets belangrijks of iets leuks. En ik vond er ook pennen op mijn werk. Ik dacht, hey, die ga ik even inleven. Die heb ik in beslag, hè. Minstens laag in mijn kluisje, maar dat zeg ik alvast. Dat wil ik alvast bij zeggen, dat pennen in mijn kluisje lagen. En daar ik ook aan een collega heb gevraagd van vrijdag, heel lang geleden. Dat klopt, wat hier allemaal in staat, zo mooie informaties. Nou, ik ga even lekker dingen achter de computer doen, zoals editen. Laten we dat even lekker doen. Want dit doe ik heel vaak namelijk. Uit mijn werk ga ik even lekker editen. Nou, dat is een melding. Ik zit toevallig ook even mijn vlogs even terug doorkijken. En ik kreeg een melding dat vandaag na... bijna... week tijd, 2 weken tijd. Nou, laten we zo zeggen, 5 dagen tijd dat er nou eindelijk mijn pakketje nu komt. Want daar heb ik nou een melding van gekregen van 3 tot en met 4 geloof ik. En ik zie dat toevallig, dat het prachtig weer is vandaag. En daar ga ik van genieten. En ik zag wat ik ook een melding had gekregen is dat mijn pakketje ligt, klaar ligt bij de klerenwinkel. Ik noem verzekerd die bedrijf niet. Maar dat was maar één dingetje. Maar ik heb nog meer dingen liggen, dus ik dacht, Ik denk, ik laat het even liggen. En als er nog meer bij komen, dan ga ik het bij allemaal in één verzameling ga ik het halen. Denk dat ik op die manier ga doen, denk ik. Ja, twijfel. Het is, ik weet wat het is van mijn eigen broek. Aan de andere kant denk ik, van als ik het nu ga halen, heb ik het wel vast. Maar de kans dat ik het pakketje ga missen, ook zo zit er ook in. Maar, of ook weer niet, want ik moet dan nu gaan. Namelijk. Ja, ik ga het even nog bedenken en dan zien we wel of ik er nu heen ben of niet. Eigenlijk ben ik nu onderweg lekker naar Goudenplein en want het is eigenlijk zo apart en dat snel weggaat. Behalve daar zo ligt nog sneeuw. Echt, sommige hele kleine plekjes ligt nog een klein beetje sneeuw. Maar meestal, zoals jullie gewoon zien, is gewoon weg. Wat? Maar ja, wat ik al zei, ik ga richting Goudenplein. Dan ga ik even van mijn kleren broek halen. Namelijk, ik ga het toch wel doen. Want ik moet hem eigenlijk wel hebben. Ja, ik heb broeken nodig. Al heb ik al broeken genoeg, maar ik kan jullie uitleggen, ik heb kapotte broeken waar bij mijn knieën bijna allemaal gaten in zitten. En ik ben, misschien hebben jullie al of zo opgevallen. Of sommigen niet. Maar nu dan hierbij weten jullie dat ook. En ik ga nu richting het Goudenplein. Ga ik dus die broek halen. En ik zit tussendoor even om te kijken of ik al goed loop. Of niet, in ieder geval. En ik ga nu, wat ik al zei, richting het Goudenplein. Even die broek halen. Dus gaan we dat in ieder geval doen. Want hoe laat is het nu? Want ik heb een melding al gekregen, namelijk dat om 3 uur dat ik post krijg. En er is nou over sneeuw gesproken. Hier ligt ook nog wat sneeuw. Echt, wat ik al zei, echt kleine plekjes liggen nog een beetje sneeuw. Maar ja, 3 uur krijg ik post. Dus snel heen en weer naar huis. Oké. Ik was even eerst al richting Goudenplein, want ik kwam lopen natuurlijk. En ik heb even boodschapjes gedaan, maar tussendoor dat ik even dat allemaal dingen ging doen, kreeg ik een appje van mijn buurman dat mijn pakketje al is. En terwijl dat het nog niet 3 uur is geweest. Ik denk van, hoe dan? Hè? Maar misschien had ik eigenlijk al in de kant mijn pakketje in de gaten moeten houden. Op mijn telefoon, want ja, maar ja. Ik heb in ieder geval binnengekregen. Ik ga nu lekker richting huis. Ga ik bij een buurman, ga ik het pakketje ophalen. En dan laat ik hem nog zien wat pakketje het is eigenlijk. En ik denk dat jullie vast wel benieuwd zijn wat het is. Ik weet het al, het meeste. En we gaan het even nu bekijken. Nou, dat pakketje is binnen. Dus we gaan kijken wat erin zit. Dus ik denk dat het moet zijn. Dit is zo altijd zo vervelend, hè. Als het zo altijd tape plakken. Ik kan er zo slecht tegen, dus ik moet even een beetje pakken. Oh wacht, een schaar. Ik kan ook misschien helpen. Oh wacht even. Zo, kijk. Hoppakee. Is dit alles? Nee, natuurlijk niet. Oh, kijk. Ja. Neppe roos. Er zit nog meer bij. Kijk. Dit. Ah, ze hebben wel handig gedaan. En wat ik ook heb, is dit het? Ja, dit is het. Eindelijk heb ik alles wat ik heb. Bewil. En goed om te weten, oké. Ja, ik had het groter verwacht. Maar ja, is er niet anders op. De brief van bestelling natuurlijk. Maar ja, dit was eigenlijk voor Sanne bedoeld. Zoals dit. Dus dit dan weer. En hij zou er 3 uur komen. Nou. Oké. Maar wat ik wel eens een paar dingen dat ik wel fijn vind. 1, 2, 3. Van deze dingen. Wauw. Wel leuk. Ja. Komt wel een keer. Een heerlijke. 4 rookstokjes en 1. Ik ga even een lijstje kijken. Nou, ik wil dit allemaal terug. En nee, hier. Oh nee, nou maar. Ik dacht dat het niet compleet was, maar het is wel compleet. Deze. Hier heb ik er 3 van, dat kan kloppen. Hier heb ik er 3 van. En hier heb ik er 3 van. Ja, dat klopt. Ja, en alles weer terug. En dit. Meestal zitten er van deze dingen in. Curieus. Dat is wel altijd leuk. Deze zijn wel leuk. Ik ga kiezen leuk voor doen. Die hou ik apart. Wacht even, deze niet. Deze wel. Deze kan weer terug. Allemaal plastic. Die kan wel bewaren. Die kan wel bewaren. Kan je schrik ervan? Nou, nu kan hij wel weg. Dit is altijd leuk. Heel leuk! Nou. Mis er één? Ja, mis er één. Heb ik nu alles? Ja, ik heb alles. Nou, volgende. Geweldig. Oh. Klaar. Die heb ik altijd leeg gevonden, maar... Ik had niet klein verwacht, zo klein verwacht, maar hier wil ik eigenlijk... allemaal kerstspullen in doen, maar ik vind hem best wel te klein. Eigenlijk. Ik had er groot op verwacht. Maar oké. Het zou wel. Maar dat moet wel gaan lukken. En die kan weer weg. Hoppakee. That's it. Hoppakee. Maar dat ga ik wel binnenkort doen. Alleen trouwens moet ik hopen dat Sanne dit niet deze vlog gaat kijken eigenlijk. Maar ja. We gaan dus zien. Ik ga even nadenken. Maar in ieder geval... Ik heb mijn dingen binnen wat ik nodig heb. Hoi mensen aan de pad, ik wil eigenlijk een afspraak maken voor Ganja. Voor mij moet die, is een jaar geleden dat ik die vaccinatie heb gehad. En dan krijg je de briefje naar mijn naam van, vandaar. In ieder geval in de middag. Ja. En... Ja, kan wel. Nou, maar dat maakt niet zoveel uit. Want ik werk zelf tot 11 uur vandaar. Ja, is goed. Oké. Krijg je nog een herinnering van of... Oké. Ja. Oké. Ja. Ah, oké, nu weet ik dat. Ja. Oké, ja. Tot volgende week. Doei doei. Dat is ook maar weer gebeurd. Afspraak gemaakt. Volgende week op woensdag. Ganja? Daar gaan we dan. Hey, grote vriend. Daar ga je. Volgende week op woensdag. Hey, word jij gevaccineerd? Hè? Grote vriend van me. Hè? Ja, dat moet ook weer gebeuren natuurlijk. Voor Ganja is het ook belangrijk, want ik wil niet dat hij ziek wordt of wat dan ook, dus vandaar is de afspraak gemaakt. En ik was de hele tijd vergeten, ik dacht, oh ja, wat moet ik dat doen, maar het is in ieder geval nu gepland. Ik wou toevallig trouwens pinnen bij de pinautomaat. Nee, niet pinnen, ik wou een geld sorteren bij de pinautomaat, dat wou ik doen. En ik deed deze vijfje. Deed ik trouwens erin. En hij pakt hem niet. Deze vijfje pakt hij gewoon niet. Heel apart. Maar ja, ik ga even vragen, maar gelukkig heb ik nog een vijfje. Dus kan ik ook nog op doen. Twee vijfjes, één van die vijf pakt het niet. Dus ik ga even kijken of ik iets kan regelen met de begeleiding hiermee. Want ik krijg gewoon ook een vijfje die kapot is. Waar scheur in zit. Maar ik mijn moeder werkt bij de bank. En ik zit toevallig... want je kan altijd zien, er zit een lijn bij je geld. En als die lijn kapot is, is die €5 heb ik gehoord. Is die €5 niet meer geldig, want dat weet ik, want mijn moeder werkt bij de bank. Ik ga niet zeggen welke bank, want we kunnen het erover hebben. Maar ik vond het wel jammer dat hij niet pakte. Maar ja, wat ik zou gaan doen is klaarmaken om dadelijk naar de groep te gaan. En ik verwacht eigenlijk vergadering, omdat er twee begeleiders boven staan. En één beneden, dus totaal zijn er 3 begeleiders. Dus ik verwacht eigenlijk vandaag een vergadering. En ik heb eten opgehaald bij de groep en dat is rode kool. Dat is zo lang geleden dat ik dat heb gegeten. Rode kool met aardappels. En wat voor vlees weet ik geen flauw idee. Maar ik vind altijd die rode kool zo lekker ruiken. En echt. Ik vind het zo lekker om te ruiken, die rode kool. Lijkt al een kleine slaapinkies dit. Eigenlijk een kleine slaapinkies lijkt het wel. Rode kool, er zit ui er doorheen in die rode kool. Aardappels, ik pak er altijd doorheen. Maar dat ga ik denk ik dadelijk ook een keer doen. Wat ik ook ga doen is Feyenoord kijken vanavond tegen Herenveen. Nu zeg ik voor mij eindelijk goed. Want Feyenoord is vanavond thuis. Bekerwedstrijd trouwens. En als zij winnen, moet ze tegen 020. Ja. Ik ben benieuwd wat gaat gebeuren. Ja, en dan ga ik me klaarmaken om lekker nou naar bedje toe te gaan. Maar ik ga even dingen achter de computer kijken. En even nu even lekker siderans nemen. Dit is al een tweede namelijk. En ik heb geld trouwens gereld met begeleiding. En nu heb ik geld, daar heb ik ook weer een tientje gekregen. Wacht even, heb ik het weer gelaten. Als het goed is in deze zak. Wel wat klein geld zit ik weer te strooien, jongens. Alleen een tientje, die ga ik dan gebruiken. En dan deze erbij. Voor... Ja, ik heb die geld nou gelaten, want ik zit te strooien, toch? Daar. Dan ga ik die geld op mijn pinpas zetten. Dus, dat doe ik heel vaak. En ook nu klaarmaken om lekker in bed te gaan. Dan morgen weer een dag. Morgen nog werken en dan overmorgen nog. En nu lekker slapen. Nogmaals, ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop alsnog dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben je trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou tof zijn als je je mee abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers in gewoon heel vlog. Om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. Dat mag, dat is zo'n ding. Maar wat ik eigenlijk hiermee wil zeggen is... wat ik meer eigenlijk wil zeggen is... Je hoort die mensen applaus krijgen. Zoals politieagent. Zoals...